Hij loopt naar voren en zegt: de VVD is een achteruitstrevende partij. De naam van haar leider zegt het al. Voor, ho even. Nou, laat maar even oplopen. Ik ga er nog een paar maken. Ik kom wel eens op recepties van die jonge liberalen. En dan staan ze dan met die glazen te klinken. Ik denk, daar gaat weer oude wijn in nieuwe zakken. De VVD is een van de weinige partijen die tegen zure regen en voor de auto is. Die zijn tegen zure regen omdat het slecht voor je autolak is. Mensen vragen me wel eens, wat is nou links en wat is nou rechtse humor? Nou, rechtse humor gaat altijd ten koste van iemand. En wie zullen we eens nemen vanavond? Erika Terpstra. Ach, heb je die gezien? Erika Terpstra in de verkiezingscampagne voor de VVD. Bij de Koentunnel file, blaadje met koffie, suiker en melk. Heb je dat gezien? Koffie. Weet je hoe slecht koffie voor een mens is? Daar zit een hoeveelheid cafeïne in. Daar kan je een kudde olifant een avond op laten headbangen, weet je dat? Hè? Ach, mag. Ja, dan heb je weer zo'n naïveling. Ach, mag. Ze hebben de cafeïne eruit gehaald. Daar hebben ze een of andere bocht voor in de plaats gestopt. Ik drink het zelf. Ik kan zo gauw even niet op de naam komen. Maar het schijnt heel slecht voor je geheugen te zijn. Bovendien tast het de coating van je slokdarm dermate aan dat je na 800 koppen hag het gevoel hebt alsof je de hele avond help hebt staan blaren op het toneel. Koffie, suiker en melk! Weet je hoe slecht melk? Heb je wel eens een fles melk een week naast de ijskast laten staan en hem daarna voorzichtig in de gootsteen leeggeschonken? Dacht je toen ook onmiddellijk de witte motor? In Groningen lopen er al koeien met een katalysator rond, weet je dat? Melk, lood om oud ijzer zou je bedoelen. Suiker, weet je wat suiker in het menselijk lichaam aanricht? Daar is het bombardement op Rotterdam een frisse kijk op stadsvernieuwing bij. Ze laten in de ster een tandenborsteltje zien, laat ze een paar krukken, een rolstoel en een intensive care afdelingje erbij zetten. Suiker, het is toch te schandelijk voor woorden dat iemand die iets bewustzijnsverruimends als cocaïne probeert uit te venten, dat die gecriminaliseerd wordt, terwijl dit moddervette... Nee, laat ik niet op haar uiterlijk ingaan, want dat is niet erg liberaal. Nee. Bovendien, als je in het water ligt, heb je geen idee dat je dikker wordt. Nee. Nee, maar het is toch te schandelijk dat deze ijzeren dame van de liberalen bij domme automobilistjes... Want je kan niet zeggen dat je erg intelligent bent als je elke dag in dezelfde file staat. Is ook een typische VVD-rotstreek om de kneusjes in de samenleving dubbel te pakken. Want terwijl die kantoorklerk dat buisje Rennies in zijn keel staat leeg te kieperen, zit Erika thuis achter de dubbel geloogde grenen keukentafel alweer sjaal zegeltjes in een boekje te plakken. Voor een paar zwemhanddoeken. Suiker en melk. Is ook een van de weinige klassieke zinnen in het Nederlands theater. Suiker. In Engeland heb je zinnen als zijn of niet zijn. Dat is, in Nederland hebben we suiker en melk. Alles erop en eraan. Geel gemeubileerd. Een wolkje en een hagelbuitje. Een wolkje graag. En als ik zeg een wolkje, dan bedoel ik ook een wolkje. Suiker en melk. De chauffeur heeft het liever zwart. Typische VVD'er met zijn reiskosten van ver. Weet je dat die hele reiskosten van ver twee keer zo duur is als de AOW bij elkaar? Maar eens een keer een bejaarde lifter meenemen, ho maar. Ja, om hem leeg te schudden en daarna weer uit de auto te trappen, ja. Ik heb nou zelf in mijn achtertuin een kantoortje laten bouwen. Ik ga 's morgens om 6:15 in de auto zitten. Die laat ik 3 kwartier stationair draaien. En van mijn reiskosten van ver kan ik die hypotheek betalen. Dan heb ik nog een paar leuke subsidies, isolatiesubsidie, die is nog 3 keer aftrekbaar van de belasting. Ik hou 3, 4, 5.000 gulden per jaar over aan het huisje. Dat zou ik ook tegen de uitkeringsgerechtigden in de zaal willen zeggen. Sorry. Dat zou ik ook tegen de uitkeringsgerechtigden in de zaal willen zeggen. Dat vinden ze toch achteraan leuker dan hier, hoor. Echt waar. Ja, poen, dat doet iets met je gevoel voor humor. Nee, maar ik zou dat tegen de uitkeringsgerechten willen zeggen. Ondernemers iets, dan kom je vanzelf daar te zitten.
Of een stukje verderop in Scheveningen. Suiker en melk. Vlak voordat Erika in beeld komt, hoor je iemand roepen tig. Tig? Ik denk, tig? Dat heb ik eens even uit laten zoeken. Dat bleek de regisseur van het journaalfilmpje. Die riep, tig 26. Dat is 25 keer misgegaan. Tuurlijk, het zijn amateurs, geen professionals. En zelfs Sylvia Christel die had tenminste 10 takes nodig... voordat haar tepels hard genoeg waren om Emmanuel te kunnen vertolken. Maar 25 keer mis. Ik heb een paar van die mistakes opgevraagd. Take 1. 'S Morgens in de vroegte zien wij een opgewekte Erika Terpstra... met een blaadje met koffie, suiker en melk... voorbijrijdende auto's nakijken. Ze constateren dat het reuze meevalt met de file bij de Koentunnel hier. Men blijkt aan de verkeerde kant van de tunnel te staan. Take 2. Goede koffie, mijn... Goede koffie? Goedemorgen bedoel ik. Sorry, ik ben even mijn tekst kwijt hoor. Dat komt doordat we dat hele stuk gelopen hebben. Wacht even. Take 3. Goedemorgen, mijn naam is Douwe Egberts. Douwe Egberts. Erika Terpstra, hoe kom ik nou bij Douwe Egberts? Ook door die koffie natuurlijk. Oh ja, dan snap ik het. Nou, dat is helemaal mijn fout hoor, Douwe Egberts. Sorry. Take 4. Erika blijft achter een camera snoer hangen. En slaat met een dienblaadje koffie, suiker en melk voorover tegen een trabant aan. De chauffeur kijkt geschrokken om, draait om als spookrijder naar Oost-Duitsland terug te keren. Waar het herstel van de muur een aanvang neemt. Take 5. Goedemorgen, wij zijn van de VVD. Wil u suiker en melk in uw BMW? Ah. Nou, ik ben even helemaal van de kaart hoor. Take 8. Goedemorgen, mijn naam is opperwachtmeester Bra... Ah, ik zie het al. Ada Kok. Wat ik u altijd al eens heb willen vragen, ben u nou een nicht of ben u een zuster van Wim? Take 9. In geen velden of wegen is meer een file te bekennen. In soepele Olympische stijl gooit Erika blaadjes met koffie, suiker en melk achter voorbij rijdende auto's aan. Men besluit om het 's middags aan de andere kant van de tunnel nog een keer te proberen. Take 19. Goedenavond, mijn naam is Erika Terpstra. Raampje dat aanvankelijk naar beneden werd gedraaid, wordt onmiddellijk weer omhoog gedraaid. De chauffeur is totaal in blinde paniek. Hij rijdt over een politiepors heen en ramt een tankwagen. Een melktankwagen. Tot zover was er nog... Ja, daar hou ik niet van. Daar moet u anderen maar een plezier mee doen. Dat vind ik wel een beetje klef altijd, zeg. Kom, laat me nou wel zo. Laat mij nou de grappen maken dat u lacht. Ja, dat is al die jaren goed gegaan. Never change a winning team. Kom. Tot zover was er nog niks aan de hand. Dan kom ik met mijn gezinnetje aangetuft in mijn auto. Vrouw zit volkomen ontspannen naast mij. Kinderen liggen murf geslagen op de achterbank. Rechts is een Toyota de heilige koe aan het uittesten. Links staat Henk Wijngaard, ver van huis, maar in zijn sas. Tegen de vangrails zijn de Nederlandse kampioenschappen bandstoten gaande. En opeens zegt mijn vrouw, ik heb het gas laten branden. Waarop mijn zoontje zegt, dat is niet erg, want ik heb de voordeur open laten staan. Op dat moment tikt Erika Terpstra aan mijn voorruit. En vraagt, suiker en melk? Ik zeg, een wolkje graag. En op datzelfde moment explodeert de melktankwagen. Ik grijp Erika bij haar strot. En ik zeg, als ik zeg een wolkje, dan bedoel ik ook een wolkje. Take 21. In soepele stijl zwemt Erika tegen de melk in naar de volgende auto. Er komt een ziekenwagen aangedreven. Twee broeders in zwemvesten springen eruit. Ze grijpen Erika beet en Mitra achterin. Als de deurtjes dichtslaan horen we haar nog vragen. Heren, suiker en melk?